Hallo, hallo, Hefa. Fijne donderdag, wou ik zeggen, automatisme. Maar het is ondertussen vrijdag. Happy Friday, almost weekend. En ik heb net, ik weet niet of je dat kunt zien eigenlijk, een pakketje binnengekregen. Ja, ik heb het al open gedaan. Nee, ik heb het nog niet uitgepakt. En ik wou dat heel graag samen met jullie uitpakken. Dus, let's go, zou ik zeggen. Ja, normaal gezien ga ik live op donderdag, want dat is onze vaste live dag. En dan kom ik jou een beetje inspireren, iets leren, een babbeltje slaan. Maar aangezien gisteren de nocturne dag van de Week van de Belgische Mode was, was het hier een beetje hectisch en druk. Was Maxime ook hier om gepersonaliseerde juweel te maken. Kijk hoe leuk. Ik heb het ink verkeerd aangenomen, maar kijk hoe leuk. En ja, dan zijn we die live een beetje uit het oog verloren. Mijn excuses daarvoor. Maar no worries, ik maak het goed met een nieuwe levering vandaag. En gisteren is er ook iets nieuws toegekomen. Dus daar ga ik dadelijk ook iets meer over vertellen. Ik zei hier zo, hallo. Als er vragen zijn, dan mag je die gerust stellen in de comments. Als je actief bent in de reacties in de comments, dan is de live voor iedereen leuker. Dan voelt het niet alsof ik hier zo in mijn eentje tegen een scherm sta te babbelen. En ja, ik heb dit vestje nog even aangehouden. Ik vond het zo wat donzig. Gecombineerd met die keileuke longsleeve van de Radiant Rush Collection. Vind ik echt een super toffe blouse ook. Maar ik vond het leuk dat dat oranje-rood zo een beetje terugkwam. Dus had ik die nog even aan. Voel de fluffy. Ik ben vrij moe vandaag nu. We hebben volle maan gehad. Gisteren was het dan tot 8 uur open. En zijn we daarna nog een beetje gaan netwerken bij de Limburgse 6. Dus ja, voilà. Daarom klink ik ook een beetje hees, denk ik. En mee dat ik Limburgse 6 zeg, denk ik aan deze fantastisch toffe tote bag. Dat is een limited edition tote bag voorzien door Stad Hasselt. Speciaal voor de Week van de Belgische Mode. Met dan een tekening van Marilyn Madou, een van de Limburgse 6. En er zijn er nog een aantal beschikbaar als je dus iets koopt in de winkel. Of je shopt online, dan krijg je van mij deze tote bag erbij. Want ik kan zelf niks met... Ik heb er één. En één is meer als voldoende. Ik kan niks met meerdere tote bags doen. Dus weet dat als je iets bestelt, dat je er die sowieso bij krijgt. Kijk, dat is met zo'n superleuke tekening. Getekend door Marilyn. Alright, ik ben al buiten adem. Ik heb dus een levering gekregen van Lavandera. Dat is een Spaans merkje. Wat vind ik zo leuk aan Lavandera? Zij beperken zich tot een limited oplage. Hoe zeg ik dat? Dus de stuks die gemaakt worden, worden maar een aantal keer gemaakt. Waardoor dat je eigenlijk super uniek een super uniek stuk hebt. Super unieke stuks hebt. En die worden verspreid over heel Europa. Dus dat wil zeggen dat je zelden of nooit iemand met hetzelfde stuk gaat tegenkomen. Voilà. En deze doos die gaan we samen uitpakken. Wat is er nog leuk om te weten? Alles wordt in Spanje gemaakt. De materialen zijn ecologisch. Ik ga, als het erbij deze opstaat, sowieso op een site heb ik het erbij gezet. De samenstelling van de verschillende stuks. Hier staat het er niet bij. Hier staat wel bij hoeveel stuks ervan gemaakt zijn. Dus daar wil ik ook wel gerust meegeven. Ja, en allereerst, wat ik ook fantastisch vind. Misschien moet ik de camera nog een beetje lager zetten. Kunnen jullie mij zien? Ik zit hier zo op mijn knieën. Wacht. Ik ga jullie nog een beetje mee. Dan maak ik het gezellig op het tapijt vandaag. Hallo, hallo. Reageer al even een koffiekopje als je mee aan het kijken bent. Dan heb ik ook een idee dat er effectief mensen aanwezig zijn. Kijk, leuk. Alright, top. Dan zie ik jou. Nee, dan zie jij mij. Alright, allereerst wat ik nog leuk vind bij Lavandera. Zij sturen alles op zo in bundels met een koord. Dus niet alles apart nog eens verpakt. Wat ook weer bijdraagt aan een lagere of een kleinere voetafdruk. En als eerste stukje bovenop zit deze superleuke longsleeve t-shirt. Het is van tencel gemaakt en het heeft zo een... Ja,
okergele, warme kleur. Ik zal hem misschien nog even aandoen, dan kun je het zien. Hier zijn 51 stuks van gemaakt. Dus dat zijn er niet zo heel veel. Heeft zo een verticale ribbel. Ach, daar moet je toch altijd over nadenken. Verticaal, horizontaal. En je weet het of je weet het niet. Verticale ribbels gaan afslanken. Dus deze super toffe blouse is erbij. Ik zal die alvast even aandoen om te laten zien. Dus ik ben nu weg. Als je iets wilt weten of als er nog vragen zijn, stel die alvast even. Terwijl ben ik achter het gordijn. Kwaliteit ook. Ik wil even het nog niet in mijn broek doen. Kijk, dat is deze. Dus die heeft zo'n lengte. Nu, ik ben iemand, ik stop alles graag in mijn broek. Het zal niet nieuw zijn als je hier al een tijdje volgt. Maar dit is dus de longsleeve t-shirt of de blouse. Ik vind een heel leuke kleur ook. En wacht, hoe noemt hem? Hij noemt... Crux. Wacht, kan ik niet even bijkomen. Ik heb ook al alles online gezet. Dus als je via www.mymelanate.com gaat kijken, ga je ze ook terugvinden. Hey! Dus voilà. Dit is blouse nummer 1. Ronde hals. Ik vind dat wel leuk. Rechte aanzet van de mouwen. En een verticale ribbel. Alright, dat was stuk nummer 1 in de doos. Is beschikbaar in small, medium en large. Even zien. Zo. Dat was die in diezelfde kleur. Is er ook een superleuk t-shirt geleverd. Even laten zien. Die heeft iets meer een boothals, dus een iets bredere hals. En die is zo gefronseld. Op die manier. En daar zijn er, jullie hebben gezien, 56 van gemaakt. Ook small, medium, large beschikbaar. En die heeft dan ja, korte mouwen. Is dat nu belachelijk als ik dat hierover aan doe? Waarschijnlijk. Ja, en dan zit dus zo wat elastaan in. It is too much, but okay. Ik vind het trouwens wel leuk als dat zo fijn aansluitend zit. Maar dus, dat zijn zo t-shirt mouwen. Het ziet bijzonder uit als ik dat hierover doe. Ik zal misschien zelfs mij nog heel even changeren. Dus die is ook nieuw. Jullie zijn heel stil. Ik heb net gevraagd, comment een koffiekopje als je mee aan het kijken bent. Ik zie geen koffiekopjes, maar ik zie wel ogen. Hehehehe. Ja, ik ben een beetje moe, dus dan heb ik een grote mond. Tada! Dus dat zijn die. Dan, wat zit er nog in de doos? Een superleuke hemdjurk. Heel even zien, daar zijn er 36 van gemaakt. En alles is dus gemaakt in Spanje. En kijk, dat is deze. Vind ik echt... Lekker kleurrijk, helemaal mijn ding natuurlijk. Zal ik hem heel even aandoen? Laat het even van je horen. Ofwel ga ik eerst de rest uitpakken, dan doe ik hem dadelijk aan. Ah, een koffiekopje. Hey Lisa, leuk dat je kijkt. Dus deze jurk, ook small, medium, large. Een vrij dikke stof. Met een dubbele voering. Oh, amai. Dus die is volledig gevoerd langs de binnenkant ook. En wat ik vind dat Lavandera heel leuk doet. Zij werkt echt, ja, Monica noemt de ontwerpster, designster, eigenaar. Femke zei, ik ben in een rush, maar ik kijk al even een stukje mee. En straks krijg ik van, kei leuk. Welkom Femke. Wat zij heel leuk doet, is zo van die leuke details op de kleding. Of leuke details eraan naaien, innaaien, verwerken. You know what I mean. Dus hier bijvoorbeeld zit zo een extra ja,
accentje, frulletje op. Die knoopjes die zitten zo mooi verwerkt. Dat is iets wat je niet meer heel veel ziet vandaag de dag. Dat er zo aandacht wordt besteed aan de snit. Aan zowel de accenten, de leuke extra's. Ik zal hem dadelijk even aandoen. Maar als ik me goed herinner, zit er ook jas in. En dat is heel even gemakkelijk als ik dat hierop aan kan doen. Dus deze is er ook small, medium. Wacht, small, medium, large. Ja, small, medium, large. Gaat goed hier, gaat goed. Alright. En dan zijn er twee jassen bij. Ik vind ze zelf. Ik verslik met mijn speeksel. Wacht. Leren spreken, ademen, slikken. Excuseer. Dat speeksel ging... Het is lang geleden dat ik dat in live heb gehad, hè. Vroeger gebeurde het wel eens. Only makes me human, zeker, maar... Haha. Oké. <Okay. coughs> Traantje erbij. Zijn we er weer? We zijn er weer. Oké. Okay. Hey! Ik zie een zwaaitje in het midden van mijn verslikking. Oké, dus ik heb als eerste de Trench Gerus. Daar zijn er 22 van gemaakt. Dus een zeer uniek stuk. In het groen. Een dubbelrits. Volledig gevoerd ook langs de binnenkant. Oh, wacht, dit is een medium. Kijk hoe mooi. Ik ga wel even de small van mezelf pakken. Oeps. Voor te doen, hè. Oh. Ja, en net zoals vorige keer en altijd. Als je iets leuks ziet, niet te lang wachten. Want er zijn maar enkele stuks van beschikbaar. En bij deze kan ik niet bij bestellen. Dus... Bij French is me dat wel nog gelukt. Die truien die zijn onderweg. Dus als je die besteld hebt, die komen eraan. Dus altijd even afwachten wanneer ik de levering heb. Maar deze zijn niet meer bij te bestellen. Dus dat die... impossible. Dus deze prachtige jas. Ziet er als volgt uit. Heeft twee steekzakken. Heeft een koordje om bij te trekken. Heeft van die mooie flapjes hier. Volledig gevoerd ook aan de binnenkant. Echt zo'n leuke herfstjas. Ideaal voor dagen als vandaag. Want ik voelde me deze week al een beetje wapperen met mijn teddy. Dat voelt zo too much voor 20 graden te hebben nog buiten. En dan heb je zo een koordje. Waardoor je daar zo... Ja, dat vind ik leuk, hè. Daar ben ik fan van. Zo. Op deze manier. En die armen hebben ook een elastiek. Vind ik eigenlijk ook wel heel fijn. Voilà. Deze jas. We doen een toertje. Kei leuk toch? Die is er in een small en een medium. De large is niet geleverd. Althans, die is uitverkocht. Dus die heb ik langs gegrepen. Ik zal het zo zeggen. Alright. Dus small, medium. Ik heb nu de small aan. Echt een super toffe jas. Ik vind het echt heel mooi. Alright. En dan hebben we nog een jas. Daar zijn maar 19 stuks van gemaakt. Dus het zijn er nog minder. Dus het is nog unieker. Ik ga hem zo daarop gooien. En dat is deze. En ik vind hem ook echt heel prachtig. Ik ben heel even aan het kijken. Want op de foto staat er een koord rond. Maar ik denk dat dat misschien niet onder de fotoshoot geweest is. Dat is deze super leuke... Hoe noem je dat? Ja, jas. Maar even kijken dat ik de rits, dat ik daar geen stof tussen heb zitten. Handigheid vandaag.
Hallo, hoe noem je dat? Zo'n. Met zo'n stikseltje in. Super mooi gemaakt. Die is ecru. Niet ik die al heel lang zo'n jas wilt. Kijk. Dus die komt bij mij juist over mijn knie. Ik ben 1,66 meter, heb ik me laatst laten vertellen. Binnenkant heeft hij een gele naad. Hoe tof is dat? Niet dat je dat ziet, maar... Voilà. Dus dat is jas nummer 2. Ook in een small en een medium. Valt gewoon op maat. Ik heb de small nu aan. En die komt dus ook dicht. Met de duret. Dat wel fijn. Voilà. Sjaaltje erop. En heerlijk toch? Ja, vind ik een kei mooi jasje ook. Tadaa! En dan zal ik de jurk heel even aandoen om te laten zien. Oh, ik ben zo onhandig vandaag. Oké, okay, we zijn er. Dus deze jas. Zijn er vragen? Opmerkingen? Willen we iets weten? Willen we iets delen? Hallo? Oh, ik voel me altijd zo eenzaam dan. Maar oké. Okay. Ik ga heel even vals spelen. Ik ga die jurk hier gewoon overaan doen. Kunnen we het daarmee eens zijn? And if you're not, I'm gonna do it anyway. Dus. Ja, die is dubbel gevoerd. Alle dubbel. Die is gevoerd van binnen. Dus ideaal voor de winter. Ook heel fijn dat dat goed doorvalt. Even zien, hè. Ups, ups. Hoofd erin. Oh, die kleuren vind ik ook echt heel leuk samen. Ja, ik heb nu even te veel over elkaar. Is oké. Okay. Is oké, okay, is oké, okay, is oké. Okay. Lengte weer tot onder mijn knie. Hangt er dus vanaf hoe groot je bent. Zit een taille lint in. Dus je kan het ofwel als knoopjurk... gewoon zo open laten hangen als hemd of mooi binden. Zo. Hoppakee, ja. Doe even die broek wegdenken. En zakjes. As always ook zakjes. Ja, vind ik heel mooi. Moet je die broek even laten... Ik hoor het wel. Als de broek uit moet, moeten jullie het laten weten. Kijk. Kijk. Ja, misschien moet ik die broek uit doen. Maar dan heb ik ook al niet de ideale schoenen aan. Maar oké. Okay. Wat vinden we? Vinden we het leuk? Even zien. Ik heb zo een extra elastiekje op mijn riem gedaan. Omdat dat vlakke anders te lang valt. Het is voor jullie, hè, dat ik die broek aan het uitdoen ben. Striptease. Alright. Nee, het was... Oh, en dan mijn schoenen. Ja, natuurlijk doet je die beter ook uit als je een broek uit doet. Welcome to my world. Where I... Mijn onhandige zelf. Upsieke. Ja, en dan met een laarsje onder. Natuurlijk nog beter. Mijn voet zit vast. Oké, nee, dat is gelukt. Dat is goed. Alright, kijk. Terug, kijk, deze outfit. Wacht, ik pak een laarsje. Het is oké. Oeh, wacht. Ah nee, dat is mijn maat niet. Haha! Even voor de show, hè. Even voor de show. Upsieke, kijk. Voilà. Ik vind het leuk. En jij? Jullie zijn heel erg stil. Wat ik leuk vind aan deze jurk, wou ik jullie ook even terug omhoog zetten. Dan hoef ik niet zo naar onder te kijken. Aan de kant.
Alles staat trouwens ondertussen ook online. www.mymelanie.com, het gekende adres. En hangt dus ook bijna in de winkel. En dit is... ja, kei leuk toch? En wat ik ook leuk vind, is dat je eigenlijk met die kleuren van die jurk weer kunt gaan spelen. Zoals ik vorige keer in de live ook deed. Hè? Dat groen laten terugkomen door bijvoorbeeld iets groen erop te dragen. Dat roos laten terugkomen door iets roos erop te dragen. Femke zegt, heel tof, is het een beetje een dikker stof? Ja, dus hij is volledig gevoerd langs de binnenkant. Dus dat wil zeggen dat het twee lagen stof zijn, dus ja. En het valt ook gewoon heel goed door. Ik moet even liegen van welk materiaal het gemaakt is. Wacht, misschien. Ik ga even kijken. Ik denk Ecovero of viscose hoor, meestal. Maar ik dubbelcheck even. Maar dus, ja, kijk. Dat is een volledige dubbele voering in. Van onder is die wel los, maar binnenin zit die vast. En... ja, 100% Ecovero viscose, zoals ik al dacht. Heel fijn, zwierig stofje, lekker dubbel. Dus absoluut wel warm genoeg. Nu, ik heb daar die blouse met lange mouwen onder, dus ik ben even geen referentie. Maar dit vind ik wel een hele leuke look. Ja, en het kan dus ook dat je bijvoorbeeld dat roos laat terugkomen. Ik zag hier net die trench van hiervoor hangen. Bijvoorbeeld op deze manier. En dan gaat dat roos iets meer spreken. Ziet je wat er gebeurt? Door die crèmekleurige jas gaat dat iets zachter zijn. Gaat dat crèmekleurig er iets meer naar voren komen. Doordat ik nu dat roos erop doe, komt dat roos iets meer naar voren. Zelfs als je een van de andere kleuren gaat gebruiken. Ella zegt, heel tof kleedje. Dank je. Allee, ja. Goed gekozen en zo. Wat wil ik nog zeggen? Wat ook leuk is om te doen. Ja, moet ik die t-shirt er misschien even onder? Ja, kijk. It is what it is today, oké? Okay? Alright. Dus wat je ook kunt doen, en ik denk dat ik dat zo bedacht heb toen ik dat bestelde, maar daar ben ik niet zeker van, is dat t-shirtje daarover doen. Oké. Drie lagen. Nu warm is het buiten, 20 graden. Dan gaat zo dat okergeel wat erin zit nog iets meer terugkomen, nog iets meer spreken. En dan gebruik je dat een beetje als de bardorke. Kijk. Ja, nu, ik heb daar een blouse te veel onder, hè. Even doorkijken. Dan zal ik de knoopje dicht doen. Dit zo. Ja, ik moet die blouse daaronder uit doen, want dat valt niet zoals ik het bedoel. Kunnen we erdoor kijken of moet ik... Jullie kunnen er wel doorkijken, toch? Kijk. En dan moet je dit zo naar over poffen. Kijk hoe leuk. En dan beeld je nu even in dat er niet nog... Want dat is het... Ja. Komt ervan aan. Komt ervan. Zo had ik dat ook bedacht. Ook super leuk om te doen. En dan kun je nog een jas daarover doen. Hè. Ik weet niet waar het naartoe is. Zo. En dan heb je zo een beetje dat rock-idee. Ja, als de bordurken erover. Vind ik leuk. Vind ik leuk. Zijn er vragen? Opmerkingen? Bedenkingen? Let me know. Ik hou deze outfit nog even aan. Ik ben wel tevreden. Ik dadelijk een fotootje mee maken. Dan heb ik net tussen de soep en de patatten ook even gezegd dat de sokken terug aangevuld zijn. De sokken van Pepper Socks. Dat is Belgische makelij. Gemaakt in Europa eveneens. Adem Anke. Ja, ik vind het wel tof. En dan die zakjes. In de spiegel is het eigenlijk nog toffer. Maar ja, kijk. Ja, en dus... ik ga het helemaal afmaken. Daar krijg je dan nog zo deze superleuke shopper bij. Limited edition van de Limburgse 6. Ja, ik kan stad in, dames. Toch? Alright, dan. Pepper socks.
Die zijn aangevuld, dus degenen die niet meer op voorraad waren, die zijn terug op voorraad. Waaronder deze bestseller, You Look Amazing, de sportsokken. En de Hey Sexy sportsokken. Nu, de voorraad was daarvan beperkt, dus ik heb gegrepen wat ik kon. En ze zijn er terug in maat 35-38. Dus als je die wil, dan... Zou ik ze bij jouw winkelwagentje toevoegen? Ik ga ze hier alvast in mijn shopper stoppen. En je kan alles vinden via www.mymelanate.com en sowieso ook hier in de winkel in Hasselt. En dan heb ik nog enkele nieuwe sokken toegevoegd. Namelijk deze hele schattige bruine met de llama. No drama llama. Was misschien beter geweest dat ik die aan had voor hieronder bijvoorbeeld. Dus die zijn toegevoegd zowel in maat 35-38 als 39-42. Dan heb ik deze hele schattige zeesterretjes toegevoegd. Ook 35-38, 39-42. En, I know it's a bit early, maar ik was al in de stemming. En ik heb ook al wat kerstsokken toegevoegd. I couldn't help myself, so... die Bordeaux sokjes met het autootje met de kerstboom op zijn toegevoegd. Zowel 35-38 als 39-42. En All I Want for Christmas is You heb ik ook toegevoegd. Maar die zijn er alleen nog maar in 35-38. Dus die eventueel al over onder de kerstboom. Of gewoon leuk voor jezelf. Ik vind ze ook wel gewoon heel mooi. Hele fijne sokken ook om aan te hebben. Lekker kwalitatief. En voor de rest is dus de andere die er al waren terug aangevuld. Dus als daar jouw favorietje eruit was, die met de citroentjes, is een super populaire. Die sportsokken zijn super populair. Voeg die gerust toe aan jouw winkelwagen. Bovendien, als je vandaag nog voor 4 uur jouw bestelling afrondt, dan komt die vandaag ook jouw richting uit. Dus dan pak ik dat vandaag nog in, komt die jouw richting uit. De snelste krijgen nog zo een limited edition tote bag. Ik zou moeten tellen. Ik denk dat er nog een vijftal zijn die ik over heb. En hier zegt Esme, denk ik, als ik het zojuist zeg. Super mooie jas heb je aan. Ja, die is helemaal vers uitgepakt vandaag. Nieuw in de collectie. Vanaf nu verkrijgbaar www.mymelanite.com. Of kom gezellig langs hier in Hasselt. Ik ben er vandaag nog tot 6 en morgen ook weer van 11 tot 6. Dus ja, ik vind hem ook echt heel mooi, die jas. Ik vind mijn outfit ook leuk. Mezelf weer overtroffen. Zijn er nog vragen? Zijn er nog dingen waar dat je iets van wilt weten? Iets dat je wilt zien? Iets waar je hulp bij nodig hebt? Nu ben ik hier. Dus let me know. Ik ben even aan het denken of ik nog iets moet meedelen. Ja, de Black Bubble Mascara is tijdelijk uitverkocht. Dus zet je vooral op de wachtlijst als je hem terug wilt, want volgende week ergens gaat hij terug aangevuld worden. Maar ik laat dat sowieso weten. Eventueel dat ik hem dan ook een pre-order online zet als ik de verzendbevestiging ontvangen heb. Iedereen die in pre-order een van de truien besteld heeft van French, die zijn bevestigd en onderweg. Dus zodra die er zijn, worden die ook opgestuurd. Als je nog iets ziet vandaag van de collectie en je wilt dat samen met jouw trui laten opsturen, mag je gerust kiezen voor afhalen. Dan doe ik alles in één pakketje. Zet daar heel even een opmerking erbij, want dat kan wel eens met mijn warhoofd. Ja, dat ik het niet door heb. Dat kan, hè. Dat kan. Dus doe voor de zekerheid even bij de opmerking. Meestal ben ik pinter genoeg, maar doe het voor de zekerheid. Ik ga nog eens aan mijn water drinken. Welke vragen heb je nog? Wil je nog iets weten over de collectie die ik net heb uitgepakt? Staat volledig online in de webshop, dus kan je ook nu al aankopen. Niet te lang wachten. En ik weet dat dat heel kut is als ik dat zeg. En dan zeg je van, ja, ja, zal wel. Maar je hebt het gezien met de truien van French. Die waren in no time uitverkocht. En die heb ik gelukkig nog kunnen bijbestellen, maar dat is in dit geval dus niet zo. Als je hier iets van leuk vindt, this is it. Die zijn niet meer op voorraad, ik heb net nog gedubbelcheckt, this is it. Dus als je hier iets van wilt, is gewoon actie nemen. Ik ben helemaal buiten adem ervan.
denk even na of je nog vragen hebt. Stuur ze gerust door. Ja, daar zit altijd een beetje vertraging op. Ik had daar juist mijn blouse van de Radiant Rush Collection aan. Ook die is nog beschikbaar om te bestellen. Dus dat is de kleurrijke sportcollectie die ik gemaakt heb naar aanleiding van Dwars door Hasselt. Helemaal zelf ontworpen met de branding van My Melanate. Dus als jij een beetje extra boost kunt gebruiken om te gaan sporten, dan zijn het van deze leuke kleurtjes die beschikbaar zijn in de webshop ook. Als daar vragen over zijn, stel ze gerust nu in de live of stuur mij een berichtje. Mijn digitale inbox is altijd open. Mijn fysieke deur tussen 11 en 6. Dus daar kan je absoluut vragen over stellen. Als dat nodig is, dan help ik jou met heel veel plezier. Bijvoorbeeld over de maat of over, I don't know, de kleur of whatever. Ik ben echt tevreden met mijn outfit. Sorry, ik blijf het herhalen. Ja. Ik weet niet of er nog iets is. Ja, mijn haar is een beetje paraplu vandaag, maar ik ga straks eens lopen. Dus zal ik ook nog wel eens een fotootje posten met deze superleuke sportoutfit. Ook hele leuke leggings bij met een zakje aan de zijkant. Worden gemaakt van recycled polyester. Nu ja, het zijn sportstofjes, hè? Dat snap je wel. Ik kon net nog iets zeggen. Belangrijk om te onthouden. Oh, duimpje zegt Instagram. Belangrijk om te onthouden. Als je iets leuk gezien hebt, snel actie nemen. Als je snel actie neemt, word je beloond met zo'n limited edition tote bag van de Limburgse 6. Er zijn er nog 6. Nee, ik weet het niet. Ik moet natellen. Ik denk 5 of 6 dat er nog zijn. Dus die krijg je dan bij je bestelling, zowel online als hier in de winkel. Alle bestellingen voor 4 uur stuur ik vandaag op. En leef je uit, zou ik zeggen. Maak er iets leuk van. Ik ga even met de camera naar van voor lopen. Misschien dat mij dan terug te binnen schiet wat ik nog wou zeggen. Of als jij nog vragen hebt, dan zie ik die ook wel gelijk weer binnenkomen. Black Bubble is bijbesteld. Als die onderweg zijn, laat ik jou weten. De sokken heb ik laten zien. Ik denk dat ik het gezegd heb, ik weet het niet. Welke vragen heb je nog? Laat het me weten. Dan, ik zit zo met mijn jas rond te lopen. Ellemijn. You never knew, you never knew. Ik heb echt het gevoel dat ik nog iets wil zeggen, maar kijk, het ontgaat me helemaal. Dus dan gaan we het hierbij laten. Het komt niet terug als ik hier loop. Oh. De stelling voor de deur is ondertussen weg. Dus je kunt me terug makkelijk vinden. Ja. Zijn er nog vragen? En indien er geen vragen meer zijn, laat maar even wat hartjes komen. Dan weet ik dat ik stiltjes kan afronden. Sowieso komt deze op de feed te staan en kan je nog alles eens herbekijken. Ik zal dadelijk een leuk fotootje maken van deze toffe outfit. Kent je dat gevoel dat je het idee hebt dat je nog iets belangrijk moet zeggen en dat je er gewoon niet opkomt? Dat heb ik nu. Ik denk als ik dan live ben, dan gaan we... Ja, het zullen misschien ook de tote bags geweest zijn. Ah, nee! Ik weet het. Als je van de regio Gent-Brugge bent en je hebt altijd al een kleuranalyse willen laten doen, maar je vond Hasselt een eind te ver, dan heb ik heel goed nieuws, want 21 december zijn er 3 plaatsen om in Gent-Brugge jouw persoonlijke kleuranalyse te laten doen. Als je daar meer informatie over wilt, stuur me gewoon dadelijk heel even een berichtje. Of als je een replay kijkt, stuur me even een berichtje. Dan stuur ik jou alle informatie toe, zodat je die tijdig kan vastleggen, want die gaan niet zo heel lang openstaan, vermoed ik. Het zijn er 3 die beschikbaar zijn. Het is een zaterdag. Dus er zijn heel veel voordelen aan voor jou. Dat wil zeggen dat ik kom jouw richting uit. Het is in het weekend en vlak voor kerstmis. Dus misschien ook leuk om het als kerstcadeau te doen aan jezelf. Of als kerstcadeau te vragen, maar dan wel best nu al vastleggen. Want die gaan niet heel lang openstaan. Meer details over Gent-Brugge en wat daar allemaal gaat gebeuren
komt er binnenkort aan, maar die plaatsen van de kleuranalyses wou ik wel even meegeven, dat je daarvan op de hoogte bent. Ik heb een heleboel klanten vanuit die regio. Ik ga kijken of ik uit mijn systeem dat makkelijker uit kan halen om daar de informatie ook persoonlijk naartoe te sturen. Maar als je iemand weet of als je daar in de buurt woont, dan weet dat, dat ik 21 december daar naartoe kom. Zet het misschien ook al met stip in je agenda, ook als je geen kleuranalyse wilt. Oké, dat is wat ik wou zeggen. Nu ben ik gerust dat ik alles verteld heb. Ik zie geen vragen meer binnenkomen. Moest je nog vragen hebben, dan stuur die nu gerust in, hieronder in de reacties. Als je een replay kijkt en je hebt vragen, stuur ze of reageer gerust onder deze video of stuur mij een privéberichtje. Daar ben ik ook gewoon beschikbaar en ik bijt niet. Ik ben echt een vriendelijk mens. En als alles duidelijk is en helder is, mag je wat hartjes sturen. Dan weet ik dat ik hier stilletjes kan afronden. En dan hoop ik jou volgende week opnieuw te zien. Dan is het terug gewoon op donderdag. Vandaag was een uitzondering met dat het gisteren zo een drukke dag was. Ik ben er ook een beetje moe van. Daar ga ik niet om liegen. Ik hoop dat het evenzeer waardevol was. Dat jullie de nieuwe stuks leuk vinden. Want jullie waren vrij stil. Dus ook als je een replay kijkt, reageer gerust. Dat geeft mij altijd zowel een beetje bevestiging. My love language is words of affirmation. Dus gewoon even dat je weet, een beetje interactie, dat helpt mij ook. Alleszins, ik wens je alvast een heel fijn weekend tegemoet. Ik stuur je graag door naar www.mymelanate.com om jouw nieuwe stuks te bestellen. En dan pak ik ze met veel liefde zo dadelijk in om vandaag nog op de post te doen. De eerste, laten we zeggen 5, krijg je een tote bag er gratis bij. Dus go, go, go. En fijn weekend.